Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki deelt bevindingen ACS-conferentie. Van 6 tot 9 mei 2024 vond de bijeenkomst van de Associatie van Caribische Staten, ACS, in Suriname plaats, bestaande uit het 16e ACS Business Forum, de 8e samenwerkingsconferentie van het grotere Caribisch gebied en de voorbereidende sessies voor de 29e gewone vergadering van de ministerraad. Tijdens deze activiteiten vonden overleg, samenwerking en gecoördineerde acties plaats op het gebied van handel, transport, duurzaam toerisme en natuurrampen in het grotere Caribisch gebied. De Communicatiedienst Suriname sprak president Chandrika Persat, president van de Republiek Suriname. U weet dat de president verantwoordelijk is voor het buitenlands beleid, zoals de grondwet dat aangeeft. Dus in het kader van je buitenlands beleid met als werkarm het ministerie van Buitenlandse Zaken en nog zoveel andere werkarmen, ambassades, consulaten, diplomatieke missies, zal je proberen om dat buitenlands beleid te ontwikkelen welke in het belang is van de natie. Ons nationaal belang staat centraal om te beoordelen hoe wij ons buitenlands beleid gaan inrichten. En je ziet namelijk wat we doen. Versterken van de samenwerkingsrelatie met de bevriende naties, met wie we altijd een goede samenwerkingsrelatie gehad hebben. Met name de zogeheten diaspora-landen. En China, en India, en Indonesië, en Afrika. En je ziet, we hebben onze ambassades daar. Maar tegelijkertijd uitzetten van andere strategische gebieden, om te zorgen dat wij het nationaal belang goed kunnen dienen. En dat hebben we laatst gedaan door ook diplomatieke missies te openen in Marokko. Binnenkort openen we ook een diplomatieke missie in Saoedi-Arabië. We hebben ook diplomatieke relaties met Israël. En zo. En vanuit die diplomatieke missies gaat men ook de regio kunnen bedienen door aangaan van ook regionale samenwerking, door accreditatie, ook naar andere landen in die regio's waar onze ambassades zijn. Maar ook hier in onze eigen regio, waar we CARICOM hebben, we hebben net voorzitterschap gehad. Daarnaast hebben we ook andere organisaties, we hebben de CELAC. We hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten en we hebben ACS. En onze intentie is om deze samenwerking in de regionale organisaties te versterken. Er zijn issues, zoals Haiti-issue, waar we leiderschap moeten tonen als regionale gemeenschap om Haiti te ondersteunen. Dus het halen van ACS hier in Suriname is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Is onderdeel van ons buitenlands beleid. Waarbij wij een hele grote internationale gemeenschap hier halen. Het is niet alleen de regionale gemeenschap die hier aanwezig is. Maar de internationale gemeenschap is hier aanwezig. Verschillende landen zijn vertegenwoordigd. Om gezamenlijk het regionaal beleid te ontwikkelen. De strategieën uit te zetten. De prioriteiten te identificeren, maar ook die samenwerking te versterken tussen de lidstaten, maar ook buiten de regio die samenwerking initiëren. En we hebben het hier gehaald, omdat wij ook weten dat we als land een bijdrage willen leveren aan die regionale integratie. We moeten ook verantwoordelijkheden nemen als je deel uitmaakt van de internationale en de regionale gemeenschap. En dit is een voorbeeld van het nemen van verantwoordelijkheid, het halen van die conferentie
en leiding geven aan de conferentie. De tussenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken, die voorzitter is van de ministeriële vergadering van de ACS. Maar tegelijkertijd mobiliseren we ook in de regio. We willen meer verantwoordelijkheid. We willen meer leiderschap. En we gaan voor die hoogste functie. Daarbij organisatie van Amerikaanse Staten. De functie van secretaris-generaal. Waar we behoorlijk voorbereiding en lobbywerk al ingezet hebben. Dat de minister van Buitenlandse Zaken gekozen kan worden als secretaris-generaal. Dus tegen die achtergrond moet je zien dat dit past in ons buitenlands beleid. Het nemen van verantwoordelijkheid. Het geven van leiding. Ook in de regio. En ik denk dat het hele eer is voor ons land om zoveel buitenlandse gasten hier te hebben. En ik heb met veel mensen gesproken, veel bilaterale gesprekken. Heel wat zijn voor het eerst hier gekomen in Suriname. Dat zijn allemaal onder indruk. Wat ze gezien hebben aan de hand van die exhibition, de producten die we maken. Wat ze gezien hebben in onze binnenstad als een historische stad. De mogelijkheden die ze vernomen hebben van ons om hier te komen investeren. Op het gebied van zoveel terreinen, ja. Vanaf bosbeheer, duurzaam bosontwikkeling, onze natuurlijke hulpbronnen, ons oil en gas, ons toerisme, maar ook community projecten. En ze zijn allemaal geïnteresseerd en dat waren de sterke kanten van de bilaterale gesprekken. Namelijk, maak gebruik van die ACS om Suriname meer te promoten. Praat met de verschillende vertegenwoordigers van de andere regio's en bied opportunities, bied hun de informatie. En ik kan nu al zeggen dat nu al heel wat landen beslist hebben dat ze terugkomen met hun delegatie. Maar daarom te praten over die bilaterale samenwerking, maar daarom te praten om te investeren in Suriname. Ja, als we even een uitstapje kunnen maken, president, naar dat gedeelte van de, van de exhibition. Want daarmee is de ACS-conferentie ook begonnen. Wij hebben gesproken met een aantal ondernemers, ook uit het buitenland. En daarbij is gezegd, de beurs is aangeslagen. Eigenlijk is er honger naar nog meer. Het betekent, zoals ik het zo zie, dat we toch een goede beurt hebben gemaakt als Suriname. Ja, kijk, in feite beseffen we nog als land onvoldoende hoe sterk we zijn. Alleen op basis van wat we als land te bieden hebben. Maar afgelopen jaren, het is niet iets van 1 jaar, 2 jaar, afgelopen jaren, decennia, kan ik zeggen dat we als land in feite onvoldoende één geïnvesteerd hebben aan die lokale productie. Dat moet gestimuleerd worden. Er is talent. We hebben die resource-based capacity om industrieën hier op te zetten. Vanaf kleine ondernemingen tot middelgrote ondernemingen, tot hele grote ondernemingen. En nu pas komt het op gang. Maar tegelijkertijd hebben we onvoldoende promotion gehad van ons land en onze producten naar het buitenland, naar de regio toe. Nu komt het op gang. En dan zie je namelijk dat heel wat mensen onder indruk zijn van hoeveel mogelijkheden we hier hebben. En tegelijkertijd dat ze hier willen komen. Maar wat zijn de sterke kanten van ons? Alle personen die hier komen, in lengte van jaren. Ik ontmoet ze nog op buitenlandse missies. Eerste was zeggen, your cuisine is the best of the world. Dat is bij hun gebleven. En als we weten dat onze cuisine, onze voeding, onze maaltijden, onze gerechten bestaande uit zoveel soorten gerechten en dan de fusion, de mix. En dat heb ik al gevraagd aan die toerismeorganisaties. Organiseer hier aan het eind van het jaar een cuisine festival. En nodig de hele wereld uit. Hele onafhankelijkheidsplein en hele noordelijkste. Maak alleen maar stands. En je gaat zien hoeveel mensen hier niet gaan komen. Nou, dat zijn die exportproducten van ons. Waarvan we onvoldoende beseffen dat we die kracht en potentie hebben om leider te zijn in de wereld. Ja. Als wij één van de drie landen zijn van de wereld.
welke carbon negatief is. Kan je je voorstellen van meer dan 200 landen in de wereld. Je bent een van de drie die carbon negatief is. Dus als het gaat om jouw carbon, jouw zuurstof, jouw bos, jouw biodiversiteit. You're leading. You're the leader. Niemand anders. Nou, neem dat leiderschap. We hebben veel te bieden. We hebben veel te bieden. Neem onze culturele diversiteit. Ja. Onze etnische diversiteit. Onze religieuze diversiteit. Ja. Waar andere landen oorlogen voeren met elkaar. Om geloof. Ja. Om etniciteit. En kijk wat wij hier doen. Deze zijn de showcases van ons. Die we kunnen gebruiken. Je hoeft geen geweldige dingen te gaan doen. Dit hebben we. Laten we dat exposen. Laten we dat als ons bindmiddel gebruiken. Laten we dat als ons exportproduct gebruiken. Natuurlijk hebben we hier talent. Ik kom net uit China. Weet je wat Chinese leiders aan mij daar zeggen? We zien overal. In alle topclubs Surinaamse voetballers. En ze beginnen die namen voor me te noemen. Ja. Begrijp je? Maar die boodschap is ook. Wanneer kom als land daar? In die topvoetbal. Ja. Als we zoveel topvoetballers hebben. Nu pas zie je dat we die voetballers met talent, Surinaamse voetballers, maar ook in diaspora kunnen inzetten. We hebben talent hier zo. We hebben net een show gezien bij de start van de ministeriële conferentie Kunst. Ja. We hebben verschrikkelijk veel talent hier zo. Maar wat we doen is namelijk soms het gevoel creëren dat wij niks te bieden hebben. En dat wij van het buitenland meer en eerder waarderen dan ons eigen. Dus nogmaals, die call van de mensen, dat ze meer willen, terecht, wij moeten gebruik maken. En ik denk dat de toerismeorganisaties, de private sector, samen met de overheid hierop moeten inspelen. Ja, u haalde carbon credits aan. Nou, deze bijeenkomst van de ACS is ook een voorloper op COP29 in Azerbeidzjan. Nou vraag ik me af, president, hoe sterk staat de regio? Maar ik wil toch denken, in het bijzonder Suriname, omdat wij toch recht hebben op de carbon credits. Kijk, en daarom heb ik net gezegd, wij leden. Want ik ga naar die verschillende conferenties. En soms heb ik het gevoel dat andere landen en andere mechanismen willen beslissen over ons bos, onze biodiversiteit, onze carbon credit. Nee, het is van ons. De wereld moet blij zijn dat we als land hun uitstoot opvangen met ons bos. De wereld moet blij zijn dat wij met ons bos hun zuurstof geven. Daar waar zij hun bos allemaal weggekapt hebben, verkocht hebben. Waar zij alle natuurlijke hulpbronnen gebruikt hebben. En rijk geworden zijn. Superrijk geworden zijn. Het is tijd dat ze ons gaan compenseren. Gisteren hebben we de regeringsraad goedgekeurd voor de eerste keer pilotproject om te zorgen dat we onze carbon credits gaan verhandelen op een verantwoorde wijze onder toezicht van de Verenigde Naties met internationaal gezaghebbende organen, maar wel dat we het zodanig doen dat wij inkomsten kunnen genereren. Met dat geld kunnen investeren in nog duurzamer bosbeleid. Maar ook investeren in de lokale gemeenschappen. Trainen van mensen voor behoud van ons duurzaam bos. Voor controle en inspectie. Investeren in die biodiversiteit. Maar ook zorg dragen dat we als land beschermd zijn. Dat onze kust goed beschermd is met mangroven. Dat er meer groen komt. En die transition komt van fossiele brandstof naar die green energy. Wij moeten leiderschap naar ons toe trekken als het gaat om carbon credit. En wij moeten leiding geven aan de wereld, met name met landen die ook in een soortgelijke positie verkeren. Dat zij carbon negatief zijn. En dat willen we, dat doen we al op verschillende conferenties en dat gaan we weer doen. En elke keer op zulke COP-conferenties moeten we onze stem laten horen. Dat we doorgaan en met behoud van ons carbon-negatieve status. We zijn bereid om met landen en organisaties te praten over ons carbon-credit op een verantwoorde wijze. Voor deze en toekomstige generatie. Maar
We moeten ons stem blijven laten horen. Die oil en gas. Waar een druk komt vanuit de wereld om het af te bouwen. Dat wij als een nieuwkomer in die offshore business, in die offshore oil en gas, alle recht hebben om dat te gaan exploiteren. En dat ons volk recht heeft op die inkomsten van oil en gas. En dat het volk van Suriname een keertje ook mag profiteren van hun rijkdommen. En dat alle Surinamers ook rijk mogen worden van onze oil en gas. Dat recht hebben we en dat recht mag niemand ons ontnemen. Natuurlijk zijn we ook verplicht naar die wereld om die olie- en gasexploitatie te doen op een verantwoorde wijze, met een achtneming van de milieunormen, met een achtneming van het wereldprogramma, dat wij niet verder bijdragen aan die uitstoot. En daarvoor heb je die moderne technologie, om te zorgen dat je de productie hebt, maar ook onder die net zero lijn blijft. En wij zullen dat zelf berekenen, de deskundigen van Suriname. We hebben een gasstudiegroep, een presidentiële werkgroep. Ook zij hebben aangetoond dat met die oil- en gasexploitatie we onder die zero-lijn gaan blijven. Ja. Beste kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.